eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Piet Junior. Daar zitten we dan. Ja. De eerste keer. Is dat iets waar jij normaal gesproken een beetje gespannen voor bent? Om iets voor de eerste keer te doen? Ja, denk ik wel. Ja? Ja, toch wel. Ben je ook een beetje zenuwachtig voor wat er zo meteen gaat komen? Nou, in het spel. Hij is de eerste rapper van het kamp en met zijn muziek geeft hij een kijkje in de gesloten gemeenschap van de woonwagenbewoners. Al zijn hele leven krijgt Piet te maken met vooroordelen. Maar hadden deze ook invloed op zijn eerste keren? Dat hoor je in Emma's eerste keer. Oeh, de eerste keer bij iemand thuis slapen. Ja. Dat doen wij niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, bij ons op kamp doe je dat niet. Wij mogen niet bij elkaar slapen en dingen doen voordat we, zeg maar... wij trouwen niet, wij doen aan weglopen, heet dat. Dus je hebt een tijdverkering. En haar ouders en jouw ouders kennen elkaar. En ze komt over de vloer, dat noemen we dan thuisverkering. Dat is dan de tweede stap. En dan is het wegloopgedeelte en dan ga je gewoon stiekem weg. En dan ga je in principe met elkaar naar bed. En dan kom je terug en dan staat er een wagen klaar, van een kopeerwagen of een caravan, zeg maar. Oh ja, maar je dat nou? Ja. Dan gelijk serieus, maar je kan me voorstellen, je bent jong en je wil wat. Ja, nou, ik heb wel eens een keer mijn vader gebeld, zeg maar. Dat ik was in de stad en er was een meisje en die zei van, mijn vader en moeder zijn niet thuis en dan gaan we met z'n allen daar naartoe. Maar ja, het werd laat. Dus ik bel mijn vader op. Ik zeg, pap, ik kom niet terug, want ik slaap bij dat meisje. Ben je niet goed? Zou ik ook anders gelijk een kapeerwagen voor je kopen, jongen? Dan ga ik haar vader en moeder bellen. Gek, ik kom er nou. Maar het was gewoon, ging er gewoon daar, zeg maar, efteren noemen ze dat toch? Ja, ja, ja. Maar hij dacht dat ik bij haar ging slapen om met haar te slapen. Ja. Ja, omdat ik kan niet liegen tegen mijn vader. Aha. Ja, mijn vader zegt altijd, jongen, als er wat gebeurt en ik weet niet waar je bent, dan denk ik dat je daar bent en er gebeurt, want dan kan ik... Of ik kan je niet bereiken. Dus ja, ik denk, ik kan niet liegen tegen mijn vader. Mm-hmm. Dat wil ik ook niet. Dus ik ben gewoon eerlijk. Ja, eerlijkheid duurt het langst. En in dit geval is het ook nog eens heel verstandig. Wanneer je namelijk met iemand mee naar huis gaat die je nog niet zo goed kent, of op date gaat met iemand, is het sowieso altijd een goed idee om iemand in je omgeving hierover in te lichten of je live locatie te delen. Het hoeft natuurlijk niet gelijk met je vader of met je moeder. Een goede vriend of vriendin volstaat ook. Zolang je in ieder geval maar laat weten met wie en waar je bent. Better safe than sorry. Nou, want even terug naar het slapen. Ja. Was je eigenlijk geïnteresseerd in seks vroeger? Was je daarmee bezig? Ja, natuurlijk, elke jongen toch. Maar ja, goed, je hebt zoveel respect voor je cultuur. En je wordt daar zo in opgegroeid. En wij vinden dat ook niet raar. Nee? Heb je er nooit van af willen zetten? Dat je dacht, hè, wat een gedoe? Nee. Hoe oud was je dan toen je voor het eerst wel bij iemand mocht blijven slapen? Oh, je bedoelt echt het samenslapen? Ja, wanneer heb je voor het eerst met elkaar... Weet je wel, dat je gewoon zo lekker lepeltje kan liggen? Ja, toen we gingen weglopen. Toen je ging weglopen, ja. Dat is het eerste moment geweest. Ja. Maar heb je dan wel stiekem even van tevoren het een en ander uitgeprobeerd met elkaar? Dat ga ik niet zeggen. Oh, nou, ik denk dat dat een ja is dan. Dat is echt... Dat soort onderwerpen praten we echt niet over. Maar hoe heb jij dan geleerd over seks? Je weet toch, je bent jongens. Je leert het van elkaar, denk ik. Ja. Dat je het zo een beetje moet zien. Ja. En uiteindelijk, als je wegloopt, dan mag je echt bij elkaar gaan. Dan mag je echt bij elkaar gaan. Oké. Okay. Oeh, de eerste zoen. De eerste zoen. Ja. Oeh. Hoe oud was je? Volgens mij was ik 12. Vrij vroeg, toch? Ja, was best wel jong, ja. En vertel, wat was de situatie? Ik stond op schoolpleintje. Maar zij rookte al heel vroeg. En ik rookte helemaal nog niet. Dus ik was echt anti-rook. Stonden we zo een beetje bij elkaar, zo ongemakkelijk op het schoolplein. En toen begonnen we dus te kussen, zeg maar. Toen kwam ineens die rookgeur kwam helemaal mijn gezicht. En ik drukte daar zo van me af. Kauwgum, dit. En zij werd helemaal rood. Oh. Ja, het was echt best wel zielig. Ik zat daar eigenlijk een beetje van schut, weet je niet. Ja. Ik moest bijna spugen, zo vies vond ik het. Dat was best wel... Maar vertel even, wat voor zoen was het? Net elkaar niet opeten, denk ik zoiets. Happen. Ja, het was heel ongemakkelijk. En welke tongtechnieken heb je geleerd na die eerste zoen? Nou, die eerste zoen heb ik eigenlijk niks van geleerd, want het was heel kort. Omdat ze dan met rook en alles... Dat was heel kort. Later leerde ik de draaikolk. Maar die dus, moet je nooit doen. Jongens, nooit draaikolk doen. Echt niet. Dat moet je niet doen. Als jij ze zou moeten neerzetten, welke techniek ken jij dan? Oh, Piet, ik dacht dat je het nooit zou vragen.
Er zijn natuurlijk oneindig veel manieren waarop je kunt zoenen, maar hier drie van mijn favorieten. Allereerst hebben we de bijtzoen. En bij de bijtzoen is het belangrijk dat je heel voorzichtig, rustig en zachtjes bijt op de lip van je partner. Moet je natuurlijk een beetje aanvoelen, maar dat kan je wel. Zoen 2 is de plaagzoen. En hierbij stop je elke keer eventjes wat we dan plagen noemen. Dus je geeft een kusje en dan ga je weer even door en dan stop je weer. Trek en duw, je kent het. Als je daar geen zin in hebt, kun je altijd nog voor techniek 3 gaan. De sloppy of natte zoen. En deze zoen trekt je zeker het bed in, want hij zit vol met speeksel. Alle speekselbacillen vliegen alle kanten van je mond in en buiten je mond. En nou ja, je kent het hele verhaal wel. Het is gewoon als een soort naaktslakkendans tussen twee mensen. Hoe je ook zoent, zorg in ieder geval dat het een passievolle ballade wordt. Ik in happen, de wasmachine. Je hebt... De wasmachine is de draaikolk, toch? Wij hadden geen wasmachines. Zolle loopt best wel achterbij. Wij deden ook gewoon echt onze kleding wassen in de draaikolk. Ja, maar ja, dat meisje heb ik nog wel eens een keer gezien. Dat was ook heb je nog wel eens meer mee, vaker mee gezoend? Ja, datzelfde dag nog een keer. Oh, hè? Ja, dat wel, ja. Ik kwam nog wel een keer terug. Dus dat was wel goed. Was ook goed voor mijn ego eigenlijk wel. Ja. Ik dacht van, ik wijs haar af en ze komt gewoon terug. Mm-hmm. En ja, toen deden we gewoon de wasmachine. Of draaikolk, ja, draaikolk eigenlijk. Draaikolk. Ja, wij hadden nooit wasmachines. Even kijken. De eerste keer verliefd. De eerste keer verliefd? Ja. Ah, ja. Dat is wel gênant. Ik werd best wel gepest, zeg maar, op de basisschool. Dus ik had niet echt veel vrienden. Wat dan? Zij zag mij niet zo zitten omdat ik dan van het kamp kwam. Nou, dat meen je niet. Toen waren we, zeg maar, 's avonds op school met z'n allen. En dan zit je niet meer op school. Dan is het afscheidsfeest. Ja. Alle ouders waren erbij en ik ineens we moesten zingen en karaoke doen. En, nou, Piet, doe jij ook een liedje zingen, weet je niet? En, ja, zij moedigde me aan en toen dacht ik van, oh ja. Oh, de eerste ja. Vrouw die ja, gewoon ja, ja. Eventjes dat zelfvertrouwen. Ja, joh. Ja. Oh, cool. Ja, ja. Toen zei ik, wil je misschien verkering met mij? Maar jij weet dat je hoe dat gaat. Oh mijn god, heb je dat wel gevraagd? Dat zei nee. Ik heb dit ook een keer gehad. Ja? Dat een jongen helemaal leuk vond. En dan ging ik voor school langs zijn huis. En toen weet ik nog, hij was SpongeBob aan het kijken. En ik kwam zo achter in die woonkamer staan, achter de bank. En ik zeg, Joris, wil je verkering met me? En hij zo, nee. En toen ging hij weer SpongeBob kijken. En toen liep ik weer zo met hangende pootjes naar buiten naar school. Was vet ongemakkelijk ja, aan de klas. Tuurlijk, de ja. Wisten jullie dat wanneer je afgewezen wordt, je IQ tijdelijk verlaagt? Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wanneer je alleen al denkt aan je laatste afwijzing, je lager scoort op IQ, besluitvorming en korte termijn geheugentest. Als je nog aan het bijkomen bent van die pijnlijke afwijzing, is het dus compleet normaal dat je niet zo helder denkt. Je er bewust van worden is stap 1. Maar hoe liep je dat blauwtje dan? Waar durfde je het te vragen? Ja, gewoon daar. Gewoon daar, ja. Want ik dacht, ik moet nog even mijn kans pakken voordat... Maar we gingen wel allemaal naar dezelfde middelbare school. Aha. Dus ik denk dan, in de eerste ben ik het mannetje, weet je niet, maar... Nou, mocht niet baten. Als je het ziet, ik wil jou ook niet meer. Nee, het is over nu. Klaar. Genoeg over Piet. Terug naar mij. Want jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer truffels. En ik kan je vertellen dat voor mij althans een hele plezierige ervaring was. Het was in de zomer. Het was vet lekker weer. We waren op een eiland, maar dan wel in Friesland. Don't ask why. En het hele bos stond vol met psychedelische kunst. Dus ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik voelde me Dora de Explorer. En het was fantastisch. Ik maak nu wel heel veel reclame, maar ik vond het in ieder geval heel leuk. Dus ja, bij deze mijn review. 4 sterren. Oké. Laat jij in de comments even weten over welke eerste keer jij graag mijn verhaal wil horen. En vergeet niet te liken en te abonneren.